de realiteit. Het is de realiteit dat mensen in onze verzorgingshuizen in de weekenden zonder zorg zitten. Dat mensen verpieteren, dat mensen uitgedroogd raken, ondervoed raken. En dat is de realiteit. En als u uw ogen daarvoor sluit, zou u zich moeten schamen. Mevrouw Wolbert, de realiteit is, mevrouw Agema, dat u met dit beeld van de sector zo ongelooflijke imagoschade aanbrengt dat niemand daar meer wil werken. Een van de problemen in de weekenden is, dat zegt u terecht, dat het moeilijk is om personeel te krijgen. En waar komt dat door? Omdat er steeds minder mensen zich inschrijven voor opleiding. Omdat instellingen steeds grotere problemen hebben goed en betrokken gekwalificeerd mensen te krijgen. U doet de mensen die er werken er een onrecht mee aan, maar wat nog veel ernstiger is, u versterkt een heel negatief imago, terwijl we hier alles op alles zouden moeten zetten om de positieve kanten van de sector te belichten en nou eens te hebben over wat daar wel goed gaat. U moet ophouden elke keer weer opnieuw vanuit uw betrokkenheid de sector ongelooflijke schade te berokkenen. Punt gemaakt. Mevrouw Agema. Nou, ik denk dat u uit uw bankjes moet komen om eens wat te gaan doen. Want als we niets doen, dan blijven die problemen er. En ik vind het eigenlijk te stuitend voor woorden dat u uw kop in het zand steekt. Dat u uw kop in het zand steekt door te stellen dat we het er maar niet over moeten hebben. Door te stellen dat als we het erover hebben, dat er dan imagoschade zou zijn. Het imago is niet best, want er is veel te weinig zorg. Er zijn veel te weinig medewerkers. Het beste verpleeghuis, ik zei het net nog, het beste verpleeghuis heeft 4 uur zorgtekort per medewerker per week. Het beste verpleeghuis. En dan mag ik het er niet over hebben. Dank. En ik mag niet vragen of het beter kan. Dank u. Waar is de PvdA? Dank u. Ik heb het hem gemaild gewoon. Ja, je hebt per ongeluk allemaal. Staat is, dan ben je de trekker van dat groepje. Dan moet je zo. Ja.
auto. Wij konden eten met hij praten. Dus ze zeiden overal, ja hoor, ja, ja, nou is goed hoor. Met jij wel. Mag ik nog een muntje van jou? Ja, alsjeblieft. Mag ik een cola light? Van ik bied de mensen een veilige plek. Een fijne plek. En niet dat het gewaardeerd wordt. Maar het is wel zo. Omdat ik het zeg. Maar ze vinden u wel een prettige persoonlijkheid ook? Ik denk het niet. Niet? Ik denk het niet. En waarom niet? Nou, omdat ik zeg wat ze moeten doen en daar houden ze niet zo van. Oh nee, en waarom moeten ze het doen dan? Omdat het beste voor ze is. Het beste? Oh, nou ja. Oh, dus u vraagt niet wat het beste voor ze is? Nee, dat wordt gewoon bepaald. Ja. U bent een nieuweling in dit bejaardencentrum. Jazeker, ja. En hoe komt u hier zo verzeild? Nou, ik hou heel erg van oude mensen. Oh? Ja. En hoe komt dat dan dat u hier ineens een functie heeft gekregen? Ik had mij ingeschreven bij het uitzendbureau. Ja. Hè, als stagiair. En ik heb natuurlijk wel verpleegkunde, heb ik gestudeerd, daar ben ik mee bezig. Oh ja. En toen dacht ik, nou, er is een functie, kan vrij. En ik had een heel leuk gesprek met zuster. En ze had me aangenomen. Ja. Ja. Hier lopen wij met onze stok. Lekker later zonder rok. Vaak de broek ook nog vergeten. Het is het in zin. Ja. Maar het is wat het is, wat die voorspel zijn al iets langer. Pam, 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 pam. Klikt het een beetje? Klikt geweldig. Geweldig zelfs. Nog wel, ja. Tussen wie klikt het? Tussen mij en de zuster. Oh, tussen, oh. Ja, maar nou, ook, ja. Ook tussen mij en de bejaarden hoor. Ook wel. Ja. Dan begin ik zingen. En even. Die begintoon, die moet goed gedaan worden. Da 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 da. En gelijk. Dat iedereen dezelfde. Ja. Ja. Wij zijn rechts. Heel zachtjes. Waakt verworpenen der aarde, ontwaakt verdoemd in hongersfeer. Tot neder stroom nu over aarde, en die stroom het meer en meer. Sterk oude vormen en gedachten, slaaf geboren ontwaakt, de wereld zeunt opnieuw. Ik ben bejaarde 5, ja, en dat ben ik al jaren. Oh,
En waarom heet u bejaarde 5 eigenlijk? Nou ja, dat hebben ze hier ooit bedacht. Ik kwam binnen en ik wist mijn naam niet meer. Nee. Dus toen zei ik maar van ik ben bejaarde 5. Lang leven Norin! Denemarksanders hebben nou toch recht van Duitsen bloed, van Duitsen bloed. Joodse maat hebben nog wel niks, maar ze stampen wel goed, ze stampen wel goed. Op een rustig watergust, koninginnendag of feest, Nederlanders zijn er nooit geweest. En als bejaarde 4 nou de pijp uitgaat, wat wordt u dan? Ja, dat weet ik niet hoor. Dat vind ik allemaal te ingewikkeld. Dat, oh. Ja, nou ja. Misschien word ik wel weer aan de 4 dan. Ja. Dat is Spanje heeft geleerd. Hebben ze vast niet geleerd. Maar we gaan het vast met hen verkeerd. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black. But when I come back, you no, no, no. My daddy thinks I'm fine. Trying to make me go to rehab. I won't. No, no, no. Ziekenhuisopname wegens rugklachten. Overspannenheid, rugpijn met ontstekingen. Allemaal boerenslimheid. Lekker, Salm, lekker. Praak. Salm op een bedje uit. Smaak. Lekker, kip. Kip met prik. Oh, smaak. Mooi. Ja, heel mooi. Dat is een leuk, hè, jongens? Het grote citatenboek. Wat flauwe lijkt. Je wist dat ik dat citatenboek zocht. Nee, en dan pak je het gewoon. Wap! Flauw hoor, dat is wel. Uitbeginnen. Daar gewoon moeder. Hij speelt daar toch door. Ik zing mee. Zonder meer. Zing jij ook mee, Ko? Weer tekst leren. Ja. Ingewikkelde tekst. Ja, precies. Dan redt het niet, hoor. Bejaarde 6, wil jij ook meedoen? Een beetje meedoen? Hij staat niet aan. Nou. Hij vraagt of je mee wilt doen. Ja. Ik heb het. Hij wil mee wilt doen. Nou, nu is het gebeurd. Allemaal boerenslimheid. Ja. Hoe gaat het met de baslijnen in dit stuk, John? De baslijnen? Ja. Want haar opa. Nou, kun je beter beoordelen. Ik weet het niet. Jij speelt ze. Ah, wat grappig. Uitstekend. Ja, uitstekend, ja. Alles wat Hans bedenkt is uitstekend. Ik voer het alleen maar uit. En is het allemaal te redden qua tempo? Nou, ik ben ook een dagje ouder. Ja, dat begrijp ik. Ja, nee. Ja. Dat is een beetje te snel voor zo'n oudje. Ja. Ja, is dat zo? Ja, nou, ik ben het net, maar ik ben wel moe vandaag. Moe? Ja, moe. Het gaat tekenen dus. Ja? Maar denk je wel dat je de 4 voorstellingen nog uithoudt? Ik betwijfel het. Geachte toehoorders, hoe vaak heb ik niet in het openbaar gesproken? Thans ben ik zenuwachtig en bibberig. Praten over ziekte die in de volksmond een schande is praten over mijzelf, waar ik mij voor schaam. Dus we moeten ernstig rekening houden met een... Met inzinking in de laatste vlucht. Een inzinking zelfs. Ja. Zo. Ja. Hey, en laat je versterker ook aanstaan? Uit principe. Ik had
geen verlangen naar drank. Ik had een verlangen. En er zijn ook nog andere dingen die ik mee ga nemen. En die gewoon het moeten opvullen. Ja. Ja? Ja. En dan, het wordt gewoon een heel andere sfeer in het refrein. Ja, dat refrein. De gitaar, het hele gitaar gebeuren. Dat zei Hans. Ja, dat is jij geld. Dus als ik even mag samenvatten. Dit kan er wel uit. Ja, ik vind dat je me heel goed begrepen hebt, Hans. Je hebt heel goed begrepen wat ik bedoelde. Ik weet niet meer wat je gezegd hebt, Hans, maar nee. Ik was zo met die camera. Goed idee met die camera, Pim. Goed idee. Goed, hè? Wordt nog wat.